Een hele goede morgen. Welkom in weer een nieuwe vlog. Vandaag is een hele leuke dag, tenminste dat vind ik. Want Larissa, Serena en ik die staan op de Influencer Closet Sale. Dit is een heel groot event georganiseerd door Bijlauw van Laura Pontecorvo. En het is dus een closet sale, maar er staan ook merken. En ik word gebeld. Er staan dus ook nog andere merken en winkels. En Larissa en ik dus ook met onze Endless Weekend Shop. Dus dit wordt het eerste event dat wij met onze shop ergens gaan staan. Er ging best wel wat voorbereiding vooraf. Ik ben echt wel dagen mee bezig geweest. Je zou denken dat het allemaal wel meevalt. Maar er was wel echt veel voorbereiding. En er schijnen ook echt iets van rond 1000 mensen te komen. Dus ik vind het allemaal wel spannend. Want het is een event met allemaal influencers. En heel veel mensen. En een hele andere soort closet sale. En voorafgaand aan elke closet sale vind ik het wel spannend. Maar omdat deze dus zo massive is, vind ik het helemaal spannend. Anyways, ik zit dus in de auto. Ik zit nu te wachten tot Larissa beneden komt met heel veel spulletjes. En dan gaan we kijken of we het in deze kleine auto kunnen proppen. En Serena die rijdt zelf vanuit Houten. Omdat we dus echt niet met z'n drieën in één auto zouden passen met die spullen erbij. Nou, straks gaan we dus rijden naar Amsterdam. En terwijl we dat doen, wil ik heel graag nog wat beelden delen van de familiereunie die we laatst hadden. Dat was super gezellig. Het was een hele mooie zonnige dag. En die was vergeten in een vorige vlog te stoppen. Dus als jullie daar ondertussen naar kijken, dan ga ik ondertussen Larissa helpen. En even for your information, ik ben om 7 uur opgestaan. Het was nog donker en het is nu 8 uur. Dus ik weet ook niet waar ik deze energie vandaan haal. Maar anyways, tot zo. Hallo iedereen, het is vandaag zaterdag en vandaag is het de jaarlijkse familiereunie die we altijd organiseren met onze Indonesische kant van de familie. Dus dat is iets waar ik eigenlijk elk jaar gewoon sowieso een dag voor vastblok, omdat ik er heel graag bij wil zijn. Dit jaar staan wij in het prachtige Vaassen. Ik vind het altijd heel erg gezellig om hier te zijn, want je ziet mijn directe neefjes en nichtjes, maar ook achterneven en ooms. Dus ja, we zijn hier naartoe gekomen. Het was iets van een uurtje rijden, maar ik vind het echt super leuk. Meestal is het eigenlijk gewoon een dag vol met heel veel kletsen, rondhangen. En we hebben vandaag echt geweldig weer, dus dat is echt super mooi. En natuurlijk is er ook altijd heel veel lekker eten. Dit jaar was er gekozen om er een bakwedstrijd van te maken. Dus heel veel ooms en tantes en neven en nichten hebben taarten gemaakt. En mijn moeder heeft trouwens ook een super mooie taart gemaakt. Dus er was super veel lekkers om natuurlijk te proeven. En natuurlijk is er ook een avondbuffet. En daar zijn mensen nu momenteel voor aan het opscheppen. En dat zag er ook echt super goed uit. Dus ik ga gewoon lekker naar binnen. Ook een bordje pakken, want ik heb inmiddels ook wel echt super trek gekregen. We staan inmiddels binnen in de passenger terminal. En hier achter me is Serena druk bezig, Larissa is druk bezig. En we zijn bijna klaar met het klaarzetten van onze marktkraam en de rekken. Dus ik kan je alvast wat laten zien, want het ziet er toch wel echt heel erg leuk uit met onze spulletjes uit de webshop en natuurlijk de kleding. Dus allereerst, hier wordt het gegeven. We staan hier met een hele hoop andere meiden en jongens. En dan is dit ons plekje. Dus dit is een kledingrek. Met kleding die we wegdoen en wat schoenen. Nog hier wat tassen. Dan hebben we hier wat batik scrunchies en wat interieurspullen. We hebben hier van die mooie postertjes gemaakt. En dan heb ik hier alle kettingen liggen. Dus ja, dat was echt ontzettend veel werk trouwens. Zie ook sterrenbeeldendata. Ja, ik heb alles gelabeld. Zoals je kunt zien, zodat je ze kan herkennen en dan in goud en zilver neergelegd. En Serena heeft hier haar vintage kastje staan in verschillende soorten en maten. Dus dit zijn er een aantal en heeft ze er eigenlijk nog veel meer. Dus het is nu nog, kijk, hier ligt bijvoorbeeld nog een pen. We zijn nog een beetje aan het opruimen, maar dit is een beetje het idee. Oh, nou, we zijn klaar. Leuk hè? En dan staat hier het rek van Serena. En dan hebben we hier ook nog een hele leuke poster. Waar we met z'n drieën op staan. Kijk nou, helemaal leuk. Tada! Leuk hè? Zo, en we zitten weer in de auto met alle spullen weer achterin. We hebben een heel leuk dagje gehad. We hebben goed verkocht. Het was heel gezellig. Er kwamen ook ontzettend veel mensen gewoon om ons te zien en om op de foto te gaan. Dus dat was ook heel erg leuk. Zoals je misschien wel hoort, het is ontzettend hard aan het regenen op dit moment. We zijn heel blij dat we dus nu lekker droog in de auto zitten. Het was echt een super leuk dagje, toch? Ja, absoluut. Ik ben best wel moe eigenlijk ook. Ja, hè?
Ja, want we hebben van 11 tot 6 hebben we hier gestaan. Dus voeten zijn moe, die gaan vanavond omhoog. Maar het was wel echt heel erg leuk. Ook gezellig om iedereen te zien en zo, hè? Ja, want ik heb niet iedereen op beeld gedaan met de vlogcamera. Maar we hebben heel veel bekende YouTubers ook gezien. Even mee gekletst. Dus het was gewoon heel gezellig eigenlijk. Zo, ik ben weer thuis. Ik ben echt een beetje kapot. Dus ik heb weer een joggingbroek aan. Ik heb mijn BH uitgedaan, een shirt aan. En ik heb dit knuffeltje van Serena gehad. En ik vind hem zo lief. Het is een corgi. Kijk, hij heeft ook kleine voetjes. Dus ja, ik ga even lekker een serietje kijken. En ik ben gewoon helemaal gesloopt. Dus ik zie jullie het liefst morgen weer terug. Dus tot morgen. Zo, ik heb eindelijk best wel veel troepjes opgeruimd hier in huis. Ik ben nog lang niet klaar en ik ben ook eigenlijk nog steeds niet helemaal klaar met het uitpakken van alle dingetjes die ik had meegenomen naar de sale. Maar dat ga ik straks doen. Ik ga nu eerst even wat bestellingen inpakken. En dat vind ik wel belangrijk. Volgens mij heb ik het al wel eens laten zien, maar ik laat het nog één keer zien. Als ik het inpak, dan pak ik de kettingjes altijd in met zo'n zakje van papier. En dan met wat washi tape. Deze komt er ook nog bij. Dit is een persoonlijk geschreven briefje. En dan deze ook nog erbij. Heel belangrijk. Care tips, hoe je dus voor je sieraden het beste kunt zorgen. Dus die ga ik nu eventjes inpakken. Voor de rest hebben Larissa en ik even een thuiswerkdagje. Omdat we dus al gisteren ook de hele dag van huis waren. Dus we hebben het heel even gebeld, waarom doe ik dit? Om even te checken met elkaar wat we allemaal nog moeten doen. Maar we moeten eigenlijk eventjes ons plannetje voor de week straks nog wat verder uitschrijven. Zodat we een beetje weten waar we aan toe zijn. En wat we allemaal willen filmen, wat we willen schrijven, wat we willen doen dus. Maar we hebben best wel veel hele leuke video-ideetjes die eraan komen. Dus daar word ik helemaal excited voor. En nou ja, voor de rest wordt dit dus even een thuiswerkdagje. Ik heb even een opruimronde gedaan vanmorgen. En serieus, dat is een van de beste manieren om je huis een beetje op orde te krijgen. Door bijvoorbeeld 20 minuten elke dag even een rondje door het huis gaan. Of je nou 's ochtends doet, 's middags, 's avonds, wanneer kan. 20 minuten is echt heel weinig. En op die manier hou je het vol, hè? Tip van huismoeder Tara. Waar je niet om hebt gevraagd. Larissa komt straks hierheen of ik ga naar Larissa toe. Ik moet nog heel even kijken wat we nou gingen doen. Want wij gaan met La Serena. Gaan we naar een event weer in Amsterdam. Ik wil even de invite laten zien van dit event. Want die was echt super cool. Ik ben hem vergeten te delen op Instagram. Ze hebben er veel moeite in gestoken, zeg maar. Het is een doosje met mos. En dan is dit zo'n petri schaaltje. En hierin kan je, zeg maar, of hierin kweken ze vaak in het lab dan bacteriën. Dus ze hebben hier ook van die stipjes op gedaan. Er staat op Beauty Food, Clean Beauty. En het is, ja, ze noemen het de Douglas Lab. Het wordt ook een event van Douglas. We gaan nu met z'n drieën naar Amsterdam. Of nou, niet nu, straks. Ik ben gewoon heel erg benieuwd wat ze voor onze petto hebben. Dus ik wacht even tot Larissa hier dus is. Of, nou, ik zei net dat ze misschien naar mij toe zou komen. Ik ga mijn telefoon pakken. Oh ja, Larissa die komt hierheen. Ik zie ook dat mijn telefoon helemaal leeg is. Die heb ik gewoon überhaupt niet opgeladen. Misschien wel handig om te doen. Ik zet sowieso ook nog even een tweede koffie. Even weg van het geluid. Ik moet echt even heel veel koffie drinken deze dagen. Want ik ben gewoon helemaal gesloopt. Het is gewoon zo donker de hele tijd dat ik extra moe ben. En dus extra veel koffie drink. Wat niet per se goed is. Waardoor ik ook weer extra water moet drinken. Nou, ik raak altijd dingen kwijt. Ik snap soms echt niet wat ik doe met mijn spullen. Koffie is ready. Ja. Hey daar, ik ben mijn portemonnee kwijt, maar echt kwijt. Ik heb Ray ook al gebeld en ik heb het hele huis al doorzocht. Je lijkt wel op mij joh, ik raak ook altijd mijn spullen kwijt. Oh ja. Nee, ik heb hem sowieso niet. Oh,
Oh, je hebt hem gevonden? Ja. Oh my god. Gelukkig. Nou, dan kan ik nu niet tenminste de deur uit. Oké. Okay. Look who's here. Nou, die zag je niet, hè? Nee, ik zag al dat je iets neerzet, maar ik wist niet wat. Hallo, ik ben lekker vlug. Je moet je dit zien. Zo, harder Liz, harder. Harder! We zitten hier al eventjes in de woonkamer. Ik zou willen zeggen werken, maar eigenlijk is Larissa aan het Alleen Larissa die is aan het werk. En ik zit lekker een broodje te eten. We hebben sierpaarden en we hebben werkpaarden. Ja. Zo, en we zitten in de auto. Hier achter me zit Larissa. 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 Hallo. En Serena is aan het rijden. Hallo. Oog op de weg inderdaad. Ja. We zijn op dit moment dus onderweg naar het Douglas event. Waar we heel veel zin in hebben. Dus ja, we zien jullie daar wel. Dus dat. Dus dat, ja. You got something, something I can never. We zijn nu binnen op het Douglas event in de Douglas Lab. Dus je kunt je voorstellen dat Serena zich ontzettend thuis voelt hier ook. Ze verstaat volgens mij helemaal niet wat ik zeg. Ik zeg dat jij je waarschijnlijk wel heel erg thuis voelt hier. Ja, alleen ik had niet zoveel leuke mooie roze kleurtjes, maar... Ja, gewoon urine en zo en stront waar je dan die moest testen. We krijgen hier dus allemaal informatie over verschillende clean beauty merken en allemaal beauty food, eigenlijk supplementen om jezelf mooi te maken van binnenuit. Dus dat is allemaal wel heel erg interessant. Ik wil nog even zeggen dat het licht weer echt fantastisch is. Ja, kijk, lijkt wel een filter wat er over mijn gezicht hangt. Eetent aan de overkant van het event. Het heet Troost Brouwerij en de muziek is echt keihard, dus ik hoop dat je me kan verstaan. En nou ja, Larissa en Serena zitten heel veel op hun telefoon nu, dus niet, het is wel gezellig hoor, maar op dit moment hebben we even een telefoonbreak. En we hebben hier de goodie bag, goodie koffer eigenlijk, en die zit echt vol met allemaal spulletjes die we hebben leren kennen vandaag. Het was super interessant, dus ik ben heel erg benieuwd. We gaan nu gewoon even lekker eten. Cheers! Super zoet. Niet zoet, moet je deze eens proeven. Dit is gemberbier, maar ergens smaakt hij naar een kruid. Kaneelachtig, toch? Ja. Yummy, we hebben tacos besteld. Spicy beef en butter chicken. Kijk hoe gezellig het hier uitziet. Hierachter is dus een brouwerij. En hier is gewoon heel cozy. Oh ja. Dankjewel. Snack, frietjes en mac and cheese. Eet smakelijk. Nou, ik ben weer thuis. Oh, ik gooi allemaal spul op de grond. Het was echt een superleuk event. Heel erg informatief. En we hebben ook heel veel bekenden gezien. Dus het was wel weer echt even een heel leuk event met leuke mensen. En gewoon leuk weer met z'n drietjes ergens heen. Dus het is nu al een uurtje of 8. Nou, ik wil niet zeggen dat ik gaar ben. Dat ben ik eigenlijk helemaal niet. Maar het is wel gewoon even tijd om lekker op de bank te zitten en te chillen. Ik heb hier van die leuke reusable watjes die mijn moeder heeft gehaakt. Maar het enige wat ik lastig vind is om mijn waterproof mascara eraf te krijgen. Dus dat moet ik toch even met de normale doen. Check hoe groot deze gember is. Dit is gewoon letterlijk mijn hoofd. Ik ga even een gembertheetje maken, want daar ben ik echt super fan van. Het is ook nog eens goed voor je keel. En het is natuurlijk sowieso best wel gezond. En wat ik trouwens ook echt super lekker vind, is wat sinaasappel erin. Dus ik ga
ga ik ook even maken. En ja, deze is echt zo huge. Maar als je gewoon veel gember drinkt, kan je maar beter gewoon een grote halen. En dan bij de Turkse supermarkt. Want dan weet je zeker dat je waar voor je geld krijgt. Deze ga ik zelf ook opeten. Nou, ik zit nu eventjes naar de producten te kijken die we allemaal hebben gekregen. En er zitten echt een paar hele toffe dingen bij. Zoals echt iets heel vets bij zit. En we gaan er een review over schrijven. Dan zal ik het ook wel delen via Instagram. Want we hebben natuurlijk nog steeds een blog. Maar mijn vriend zit op dit moment in de bios. En dat betekent dat ik gewoon lekker YouTube video's ga kijken op de televisie. Dus ik ga nu eventjes een hele lange video kijken van de Dolan Twins. Het is echt een uur lang. Al die YouTube-video's zijn tegenwoordig een uur lang. Wat vinden jullie daarvan? Wat een ongemakkelijke hoek is dit, zeg, om te filmen. We hebben natuurlijk ook een video online gezet van een half uur. Er is een plantentour. En ik moet zeggen, ik vond het heel erg leuk om die te filmen. Ik vond het ook heel erg leuk om die te kijken. Maar ik ben wel heel erg benieuwd wat jullie mening is over lange video's. Ja, ik heb gewoon zoiets van, het is goed. Want dan ga je dus echt de tijd nemen voor een video. En dan zie je hem echt van voor het einde. In plaats van dat je er een beetje doorheen loopt te skippen. Dat is wat ik denk. Dus ja. Die ga ik nu kijken met mijn sinaasappeltje en mijn theetje. Zo, hallo iedereen. Het is alweer de volgende dag. Of trouwens, het is wat later. 2 dagen later geloof ik. En het is tijd om mijn haar te gaan knippen. Ik loop heel eventjes naar buiten, dat is minder geluid. Want er is namelijk een nieuwe kapperszaak in Utrecht geopend en die heet Cutters. Dat is een budgetkapper. Daar ben ik heel erg benieuwd naar. En Larissa en ik kregen gratis kappersbeurt aangeboden. Dus we kunnen het ook meteen voor jullie testen en laten weten hoe het is. Ik ben wel heel erg toe aan een kappersbeurt. Het model is er helemaal uit. Dus ja, dat gaan we nu doen. En ik wacht nog heel veel op Larissa, want die is er nog niet. Hey guys, het is inmiddels ietsje later. Tani is nog heel voor de stad heen gegaan. Het begon te regenen dus. Maar we zijn een klein beetje gaan pluizen. En we zitten op dit moment bij Frenchy Café. En we hebben deze drankjes besteld. Dit is een pink latte. Die is gemaakt met biet, waardoor die heel mooi roze is. En Tara heeft een chai latte. En daar zit een Frenchy op. Het ziet er echt super leuk uit. En we hebben ook nog we hebben 1 cupcake besteld en 1 red velvet cake. En die zien er ook heel erg mooi uit. Ik ben heel erg benieuwd hoe ze smaken. Maar ze zien er echt in ieder geval top uit, denk ik. Te verstaan mensen hier. Ja, ik ook. We gaan het zien. We zijn even van plek veranderd, want hier is het licht wat beter en we wilden ook nog eventjes een fotootje maken. Dit is de Unicorn Cupcake. En deze zijn van Life of Pi en Larissa heeft een red velvet met Oreo. Die ziet er ook echt prachtig uit. De vulling is echt super. De vulling is heel erg lekker dus blijkbaar. Ja, heb je een momentje? Die wil ik dus ook. Heel lekker. Oh my god. Weet je dat soort... Oh ja, hij is heel... Ik weet niet, hij is heel lekker. Dus ja, we gaan dit heel eventjes opeten. Dit is echt wel heel erg in contrast met het... We hebben gesport. En ja, alles wat we er bewijzen van af hebben gesport. Nou, zo intensief was het ook weer niet. Gaan we er nu weer aan eten. Zo, daar ben ik weer. Nog heel eventjes over die kappersbeurt bij de Cutters. Wat ik dus zei, het is een budgetkapper. En ik zal je wat meer over vertellen. Het kost namelijk, en dit is niet gesponsord of zo, behalve de kappersbeurt dan. Maar het kost dus €20. Je loopt naar binnen of je kijkt op de website voor de beschikbaarheid. En dan meld je aan via een computertje. En dan kan je gewoon even zitten. Dan komt iemand je helpen. Het is dus €20 voor man, vrouw en kind. En je kunt binnen 15 minuten weer op de stoep staan. Ligt er een beetje aan wat je wilt natuurlijk. Wij werden ook nog gesteld en dergelijke. Dus het duurde wel iets langer dan een kwartier. Maar niet super lang of zo. Ik ben heel erg tevreden over het resultaat. Ik moet zeggen dat ik niet hele moeilijke dingen had gevraagd. Ik wilde wat van de puntjes af, maar de lengte behouden. Ik wilde rond mijn gezicht wat kortere lagen. Sowieso weer even die lagen terugbrengen. En ja, eigenlijk dat. Ik heb nu, ben ik door de regen gefietst. Dus je kan het niet heel goed zien, maar wel een beetje. Maar er zit gewoon weer wat meer volume in. En ja, je ziet het wel. Ik had een hele vriendelijke vrouw. Heel leuk gesprek mee gehad. Dus gewoon goede vibe. En dat wilde ik nog heel eventjes met jullie delen. Dan zou ik nu zeggen, klik even op die abonneerknop als je nog geen abonnee bent. Want ik ga een einde maken aan deze vlog. Druk ook even op dat belletje, zodat je geen enkele video van ons mist. We gaan dus uploaden op de woensdag en de vrijdag. Ik zit op een bureaustoel, daarom zit ik te draaien. Dus ja, laat ook zeker nog even een reactie achter en een like. Als je dat leuk vindt. Ik zou het in ieder geval heel erg leuk vinden. En ik lees ze allemaal. Ik vond het weer heel erg leuk om te vloggen.
Dat heb je vast wel gezien aan de soort beelden die ik heb gemaakt. Dus ik zie jullie heel graag weer terug in de video van woensdag. En ik wens jullie allemaal een hele fijne dag vandaag. En tot de volgende video. Doei!